Yo, guys, van Game Mode Max. Welkom bij een nieuwe video, mensen. Vandaag zijn we met de DDG7 op een nieuwe Game Mode, mensen. Ja, een nieuwe Game Mode. We zijn vandaag niet alleen, we zijn met de enige echte moderator, Itzkas. En we zijn hier op een nieuwe Game Mode. Ja, een nieuwe geüpdate Game Mode, kunnen we beter zeggen. The Battle heet het. En ja, het heet gewoon The Battle. The Battle. En wie zien we daar op het plaatje staan? Jan Knol. Ja, Soldaat Knol. Soldaat Knol, hij loopt hier ook, Soldaat Knol. Het is natuurlijk een game mode dat de DDG7, maar hij valt onder het DAD-stukje op de DDG7, als het goed is. En PL is relevant. En het was eerst Battle Royale, maar nu hebben ze meerdere game modes erbij gemaakt, zoals je kan zien. Ze hebben nu Battle Royale, dat was dus eigenlijk net als een Fortnite. Dat je met z'n allen uit een vliegtuig sprong en dan ja, ging je landen, moest je kisten looten. En dan, ja, kon je gewoon, gewoon de map werd steeds kleiner en dan wie het laatste overbleef, die had gewonnen. Maar nu heb je ook nog twee nieuwe game modes erbij. Dan heb je 2 tegen 2, dat is gewoon 2 tegen 2 in een klein mapje met gewoon een kit die je kan kiezen. Hier kan je een kit kiezen. Je hebt Assault, een Engineer en Medic en ja, die kan je allemaal upgraden als je speelt. Ik heb pas een paar potjes gespeeld, ik heb al 9 wins, dat wel, dus het gaat best goed bij mij. In ieder geval, dat kan je dus allemaal upgraden hoe meer upgrade hoe beter wapen je krijgt en ja, hoe sneller je kan winnen. En 2 tegen 2. En je hebt Apetutu. Apetutu is er ook. Hij kan ook voor het beeld staan zo. Hij weet natuurlijk niet dat we opnemen, maar het is wel grappig. In ieder geval 2 tegen 2 heb je. Je hebt Team Deathmatch, dus hoeveel tegen hoeveel? Ja, dat is 30 tegen 30 volgens mij. En ja, dan heb je gewoon, je als eerste de 75 kills heeft, die heeft gewoon gewonnen. Ja, het eerste wie de 75 kills heeft, ene spant op het strand en ene bovenin volgens mij. En dan wie het eerst 75 kills heeft, wint eigenlijk. En dat heb ik ook al een keer gespeeld, dat ging best wel lekker. Ik had iets van 30 kills in een potje, dus dat was ziek nice. En ja, vooral heb ik 2 tegen 2 gespeeld. Dit van, ja, vind ik natuurlijk heel leuk. En we gaan nu in de video gaan we ook 2 tegen 2 spelen, aangezien ja, het is niet zo druk. Het is best laat dat we dit opnemen, dus ik denk niet dat we een heel Team Deathmatch potje of Battle Royale potje vol krijgen. In ieder geval, wil je dit ook spelen? Het is gewoon op TDG server. Ik zal even naar, ja nee, die verder kan zien. Je kan, ja, ik zal gewoon even naar de lobby gaan, dat heeft wel zin. Want dan kun je gewoon zien, hoe heet het, waar je naartoe moet. Nou, kijk erbij in de lobby. Klik hier de Battle New Minigame. En dan ben je in de Battle Lobby. En dan, het is gewoon gratis voor iedereen. Iedereen kan het gewoon spelen, of nog niet? Ja, iedereen kan het gewoon spelen. Ja. Is gewoon gratis. Iedereen kan het gewoon spelen, het is gewoon gratis. En hier heb je badges. Iedere keer als je gewonnen hebt, krijg je een badge. En die heb je weer nodig om te upgraden, volgens mij. Ik kan het wel even kijken. Even kijken, hier. Ik heb 30 badges nodig en 10.000 coins. En coins krijg je natuurlijk als je wint. En ja, kills maakt en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje de game mode. Als je het niet echt volledig snapt, kom het gewoon spelen. Je leert het vanzelf snappen, want ik snapte het begin ook niet. Maar nu snap ik het ook na een stuk of 20 potjes. Dus in ieder geval, we gaan een potje 2 tegen 2 joinen. Ik weet niet waar Kas is. Kas, waar ben je? Ik ben in een andere lobby. Kas, kom. Heb je ook verschillende lobby's maar, hier? Klik maar, oké. Okay, 3, 2, 1, go. Oké, ik zit dus bij jou. In ieder geval ja, mensen, ja. Hey. Milan is er. Me helpen in de oorlog. Pak, waar is hij? Ik wil heel graag winnen, maar iedereen die hier is, die wil graag winnen. Dus we zullen als een team moeten gaan spelen. Het plan weet je al. Pak je spullen, ga er vandoor en kom terug als een echte winnaar. In het centrum word je namelijk weer ontvangen als een held. Dus winnen. Winnen, Max. En begin. Nou. Nou, ik zit dus bij, bij iemand anders, maar ik ga gewoon tegen Kas spelen. In ieder geval, je hoorde Milan dus praten net, dat is dus ingesproken, dat is wel grappig. Dus we moeten strijden voor Milan, we moeten strijden voor Milan. Dat is natuurlijk die Milans game mode, dat is wel logisch dat hij dat inspreekt. Maar ja, dat is wel grappig, iedere keer als je kill maakt, hoor je dat ook. Dus ik zal hem zo meteen even kill maken op Kas, want hij is toch slecht. Of niet, Kas? Ja, ik denk dat misschien wel eerder op jou een kill maken, wat dan? Ik zal het geluid trouwens even wat harder zetten, dan horen jullie misschien wat harder praten. Dat is misschien wat chiller. Oké, okay, let's go. Waar zitten die? Oh, daar zie ik er een. Achter je, Max. Veel hartjes, of niet? Oh, ik heb wel een kill, maar ik ben ook dood. Oké, okay, nou, is een keer 1-1. 1-1, maar nu ben jij ook low. Oké, okay, daar ga je. Ah, valt hem mee, kut. Ah, je wordt gerekt. Hoppa! Hartje me. Oké, okay, daar is nog één. Heb ik hem? Oeh, dat ik weer. Ik heb jou ook vermoord. Nee, je hebt mij niet vermoord. Ik heb jou vermoord. Oh, granaat. Oh, teammate voor jou. Nice, je gaat eraan. Oei. Hoppa. Oh, ik hoorde allemaal een dubbele kill roepen. Ja, je hoorde Milan mee praten. Je hebt een dubbele kill. Misschien horen de kijkers het niet zo heel goed, want
Ja, als ik het geluid heel hard ziet, hoor je die schoot ook super hard. Huh? Oh, dat is wel. Oh, je wordt gerekt, man. Je wordt gerekt. Denk jij eerder door mij, hoor, maar. Ah, ik ben dood. Oeh, dat je geluk. Ik heb wel 4 kills, 3 dead. Normaal gaat het beter, maar ik had die nul. Appa. Ja, ik had een half hartje, dat je echt geluk. Ah! Oh. Oh ja, ik was low. Ja mensen, ik praat natuurlijk niet zo heel veel nu, want ik ben geconcentreerd aan het fighten. Dan pakken we hem even. Pak een kast er even bij. Oh, hoppa, double kill! Kijk, je hoort Milan weer praten, double kill. Ja, je hoort dat ook bij triple kill, ja, dat. En ook als je 5 mensen dood hebt, en als je 10 mensen dood hebt, en 25. Ja, ik had op team deathmatch had ik een... Goed zo, je hebt 3 mensen vermoord. Oh. Hoppa! Oh, shit. Je hoorde goed zo, je hebt 3 mensen vermoord. Ik heb nu al slonen door dat ding. Maar je hoorde Milan weer praten. Als het goed is, als ik nou nog een kill maak, hoor je hem weer praten. Alleen, dan moet ik wel even kill gaan maken. Oké, nu moeten we even ons best doen. Weet je dat net dan niet, Max? Jawel, maar... Nee. Nu nog meer. Had dan maar gewoon nee gezegd. Oh. Ja, nee. Die maat van jou is wel niet zo heel goed. Wow, je hebt gewoon 5 kills achter elkaar. Wow, hoor je dat ook, dat killstreak? Wow, je hebt gewoon 5 kills achter elkaar. Ja, dat hoorde ik. Oké. Ah, ik had er bijna. 10 kills, 5 deaths. Wel een goede kill death ratio. Ik denk dat wij gewoon gaan winnen, want ja, ik... Hoppa, ja, heb ik je weer. Daar is hij. Pasalo. Daar is hij, daar loopt hij, loopt hij. Double kill! Heb je een medkit? Ah nee, ik heb geen medkit. Oh, gewonnen. Ik heb gewonnen. Hoe hebben jullie gewonnen? Ja, we hebben meer kills, hè. Ik heb 12... Nou ja, GG, hij heeft dus gewonnen. Ik kwam, mijn teamgenoot was gewoon slecht. Ah, ik ben ook rank up nu, jij ook? Ja, ik ben corporaal, hoe heet dat? Corporaal. Corporaal 1, want ik was net normaal corporaal. Nou, GG, we gaan gewoon nog een potje doen, dat ik ook kom. Oh ja, ik zit niet bij jou, ik zal wel even terug gaan. Flash up. Even kijken, ik moet wel bij jou komen. Oké, join nu. Oké, nou, we zitten bij elkaar. Dit is mijn favoriete map, hier ben ik goed op. We hebben dus net verloren, maar je moet dus ook een beetje eigenlijk met een goeiere teammate zitten. Dus je zag, ik had net 12 kills en 6 deads en dat is nog verloren. Want waarschijnlijk hij een stuk meer deads had en minder kills als mij. Dus je moet eigenlijk een beetje met een goede teammate komen, anders wordt het alsnog moeilijk binnen. Dus je moet eigenlijk gewoon met je vrienden gaan spelen. En hopen dat je ook bij elkaar komt. Hé, daar heb je Milan weer. Ja, hij vliegt boven je nu, hè. Kijk hem op, kijk. Ja, grappig. Ik wil heel graag winnen, maar iedereen die hier is, die wil graag winnen. Dus we zullen als een team moeten gaan spelen. Het plan weet je al. Pak je spullen, ga er vandoor. Ga vandoor. Kom terug als een echte winnaar. Kom terug als een echte winnaar. Dan word je namelijk weer ontvangen als een held. Dus winnen. Dus winnen, ja, dat is logisch. En begin. Begin. En vecht. En vecht. Nou, oké, we zitten wakker. Oké, nu gaan we easy winnen. Ah nee, ik heb een noob man in het team, man. We zitten tegen de rode... Oh, we zitten tegen die mensen van Keer, Kingdom. Ah, kijk, daar gaan ze al. Welk wapen heb jij? M16, hoppa, eerste kill al. Waarom spray je niet gewoon? Ze gaan hierin. Hoppa, weer een kill. Doden, kut. Hoppa, weer een kill. Triple kill. Maar jij cleans allemaal van mij. Kom terug. Wacht, je moet even op mij wachten. Hoppa, weer kill. Ik pak ze hard, man. Ja? Oh, ik ben dood. Ik had 5 killstreak. Ik had een 5 killstreak, maar ik ben dood. Op Team Deathmatch had ik een 12 killstreak, mensen. Dus daar kan ik ook nog kunnen spelen. Een beetje op. Maar ik denk dat je er niet in games mee vindt, eerlijk gezegd.
Hoppa, oké, nu moet even terug. Terug hier, kom je achter die vrachtwagen hier. Okay, ik ga omlopen en dan ga ik in de back komen. Doe het met je mee. Oké, okay, hier. Ja, die spawnprotectie is echt vervelend. Oh, rechts van je. Ik heb 2 hartjes. Ah, ben dood. Maar hij is ook dood, of niet? Hoppa, easy. Ik dodge die kogels echt hard. Ja, je moet echt gewoon... Granaatje, bam! Bam! Hier links, daar is hij. Hier voor ons, ja. En ze allebei trouwens. Oh, nee, ik ben dood. Ik dacht even dat ik eruit was gegooid, mensen, maar we zijn er nog. We zijn er nog, ik had even lek. Even kijken. Hoeveel is 8 kills, 3 deaths. Niet slecht, niet slecht. Nou, we gaan het even finishen. Oh, ze zijn alle 2 bij mij. Hoppa, eentje dood. Ik heb er eentje. Even met het pistooltje afmaken voor de sier. Hoppa, lekker. Oh, achter ons. Ah, ik clean ons meteen, man. Ah, ik heb gewoon... Die kerel pakt me vol in mijn rug met een half HP en dan steeds heb ik hem. Ik ga omlopen, granaat. En dit. Gamesje nu op PC, Max. Hoppa! Ja, ik ga het wel goed, zoals mensen kunnen zien. Lekker, we hebben gewonnen. GG, mensen. GG. We hebben gewonnen 10 wins in totaal al. Ik heb net helaas het eerste potje verloren van Kas, maar dat was gewoon geluk, omdat ik gewoon slecht teammate had. Dat was niet Kas. Ja. Nou, lieve mensen, vond je het een leuke game mode? Wil je meer van dit zien? In ieder geval, doe eens een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!